geweldige wedstrijd. Weinig woorden voor. En nu? Ajax gaat door. Hij gaat naar Stockholm toe. Met zijn paarse auto gaan we naar Stockholm rijden. 24 mei geloof ik. €500 voor de kaart. €500, geen stress. Maar man, worden we nou niet een beetje te overmoedig? Nee, wij zijn door, joh. Geen stress. Ajax is altijd arrogant. Proost! Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Het wordt spannend in Lyon, maar ze gaan wel naar Stockholm. De eerste keer dat ik mijn vader kijk sinds 2 jaar naar Ajax. En dat is zo'n wedstrijd. Een cadeautje voor jullie. Ja, dankjewel. Amsterdam, lekkere wedstrijd. You know how we rocking, man. Maar het was 90 minuten genieten, toch? Dat zeker, zeker. Ja. We doen helemaal nooit met Ajax, maar ze hebben het mooi afgehandeld. En nu? Volgende week 2-0 maken en dan hup, klaar, finale. Ja, zeker van? Zeker van. Ik heb het gevoel dat we in Lyon ook nog kunnen scoren. Dus ik denk dat we de finale halen. Ik had het niet verwacht. Ik kwam hier naartoe, ik denk van nou, ik hoop dat het een 2-1 wordt, weet je wel. Maar uiteindelijk werd het deze uitslag een 4-1. Ik had het van mijn leven niet verwacht. Ja. Kampioenschap in Rotterdam, bij Europa, veel beter. En doet het dan ook een beetje minder pijn dat ze in Rotterdam waarschijnlijk met die andere titel er vandoor? Ja, maar dat heeft 20 jaar geduurd. Als ze op dit tempo doorgaan, dan duurt het nog wel een paar jaar voordat ze 3 van die sterren hebben. Ik heb die op.